Hi Chris, welkom bij je reading voor april. Ik hoop dat het goed met je gaat en ik ga een reading voor je doen die te maken heeft met doelen in je leven. Of dingen die je wil bereiken en op welke manier je dat zou kunnen doen. En ik hoop je daar enige inzicht in te kunnen geven. Neem mee wat op jou van toepassing is en de rest mag je achterwege laten. De eerste kaart die ik voor je heb is van de Angel Number Oracle. En dat is 1919 Cycles. Karma, waarschuwing, oordeel, invloed, kracht of ja, power. Cyclus of cyclussen, cycli heet het officieel. Verandering en wedergeboorte. Karma komt naar je toe. Staat er als eerste regel. Karma komt naar je toe. Ze zeggen altijd karma is a bitch. Maar karma is geen bitch. Karma is simpelweg gerechtigheid. Al het goede wat je in het leven gedaan hebt. Komt bij je terug. Maar ook al het slechte wat mensen in hun leven doen. Komt bij ze terug. En karma is hier niet per se om ons te straffen. Het is hier om ons lessen te geven. En die lessen die... Het grootste doel van die lessen is om ervoor te zorgen dat wij verder komen in het leven. Dat we ons potentieel kunnen bereiken. Dat we weten wie we daadwerkelijk zijn. Een beetje de uitspraak waar ik aan moet denken is... Ik heb geen ziel... Maar ik ben een ziel. Ik heb slechts een lichaam. Wij denken dat wij ons lichaam zijn, maar eigenlijk zijn we onze ziel. En die les leren wij gaandeweg gedurende het leven. Tot we, weet ik het, 85 zijn of zo, of 95, of 100, of weet ik het. En we liggen op ons sterfbed of zo. En dan denken we, oh ja. Ik was geen lichaam. Ik was een ziel. Wat toevallig een lichaam had. Omdat het in een 3D-wereld leefde. Weet je wel dat? En ik zie zo'n soort conclusie. Zie ik je deze maand trekken. Over iets. Een les die je moest leren. En ik weet niet wat die les is, maar misschien is ooit je hart een keer gebroken. En dat je dacht, oh, waarom moet mijn hart nou precies gebroken worden? Of weet ik het. En dat je er nu achter komt van, als ik dat toen niet had gehad, was ik nu niet geweest waar ik nu ben. Hè? Zoiets. Ik heb het gevoel dat je dingen vanaf een andere manier gaat bekijken. Oké, we hebben de Koala Spirit van de Spirit Animal Oracle Card. Spirit has a plan. Ik praat altijd over het universum. Het universum heeft een plan. Misschien moet er wel een oordeel komen. Misschien moet jij een oordeel vellen. Misschien velt iemand anders een oordeel. Misschien moet een bepaalde cyclus afgesloten worden. Misschien moet een bepaalde les geleerd worden. Maar die lessen zijn alleen maar bedoeld om ons verder te helpen. Ik ga kijken. Jij nu op dit moment, waar zit je? Zes van zwaarden. De zes van zwaarden is een kaart die aangeeft dat je klaar bent om het oude achter je te laten. Om, hoe moet ik het zeggen? Om een nieuwe stap in je leven te zetten. Zonder nog terug te denken aan, oh en toen en toen en toen. Waar zit je nu ook op dit moment? 9 van zwaarden. Ik zie veel zwaarden voor een watersterrenbeeld. Het zijn er nu nog 2. Ik weet niet of er meer gaan komen, maar in dat geval hoop ik altijd dat je oppast dat je niet te veel in je hoofd gaat zitten. Want het is niet waar je kracht ligt. Je kracht ligt bij je hart. Maar de 9 van zwaarden is... Een conclusie. En die conclusie luidt. Dit zijn alleen maar gedachten. Dus waar ben ik eigenlijk bang voor?
Laat ik werkelijk mijn gedachten me tegenhouden? Is dat wat ik wil? Ga ik dat doen? Dit is een conclusie. Je weet dat het alleen maar gedachten zijn en je staat nu op het punt om die gedachten achter je te laten, omdat je weet dat die gedachten je alleen maar vasthouden. En dat is een hele grote wetenschap. Het is echt een hele grote wetenschap. Het zijn maar gedachten. Het zijn geen acties, het zijn geen materiële dingen, het zijn geen gevoelens. Het is alleen maar een gedachte. Oké. Je doelen. We hebben de 6 van pentagrammen. Evenwicht. Geven en nemen. Het evenwicht behouden. We hebben de hierofant, toewijding. 6 van pentagrammen en de hierofant. Misschien is er een stier in je leven die van belang is. Sorry. Oh, excuus, gezondheid. Misschien is er een stier in je leven. Dat weet ik niet. Maar ik zie een bepaalde toewijding. Ik zie een bepaalde toewijding om dingen gelijk te gaan trekken. Om het evenwicht terug te brengen. Om de structuur terug te brengen. Het geven en het nemen. Niet alleen maar geven en werken en leren. En ik denk dat er iets bij je terug gaat komen. Van al het harde werk wat je ergens in hebt gestoken. Oké. Ik ga hier kijken. We hebben de Ridder van Bekers. Mooi zo. Dit ben jij. Oké, goed. En ik heb de 9 van pentagrammen. Onafhankelijkheid. Dit is hoe je bij je doelen kunt komen. Door actie te ondernemen, door je hart achterna te gaan, door te kiezen wat belangrijk genoeg voor je is en door jezelf trouw te blijven. Oké, ik ga eerst even verduidelijken. Oké. Ik zie dingen in je gebeuren. Deze maand. En ik zeg in je, ik zie ze in je gebeuren, omdat ik denk dat dit zich voornamelijk binnenin jou gaat afspelen. Ja, dat denk ik wel. Voor de 6 van zwaarden heb ik de Ridder van Bekers wederom. Ik heb de 2 van staven en ik heb de kluizenaar. Binnenin je. Dingen gaan zich binnenin je afspelen. Wel degelijk. Oké. Ik denk die conclusie die jij gaat trekken, het einde van een cyclus misschien, veranderingen, wedergeboorte, karma, wat het ook is, ik denk dat dit vanuit jou aangeroepen wordt, dat het vanuit jezelf komt. Ik heb en de Ridder van Bekers en de Kluizenaar. Dit is voor jou de manier om naar jezelf te kijken. En het naar buiten te brengen. Beide. En daartussenin zie ik de 2 van staven. Je kijkt uit over de wereld en je kijkt naar waar je heen wil. Je kijkt niet zozeer naar waar je nu op dit moment bent. Je kijkt naar waar je heen wil. Wil je hier de bossen in? Wil je hier de bergen in? Wil je meegaan met de rivier naar de grote oceaan, de grote wijde wereld? Wil je blijven waar je nu op dit moment bent? We kunnen niet achter deze dame kijken. Dan zouden we misschien nog een stadje of een dorpje zien. Maar je bent aan het kijken naar waar in de wereld jij heen wil. En er is één ding zeker. Wat je gaat kiezen moet belangrijk genoeg voor je zijn. Het moet je genoeg te bieden hebben. Je zult niet zomaar zeggen, moi, ik ga wel hierheen of ik ga wel daarheen. Het moet jou genoeg te bieden hebben. Die plek waar jij heen gaat, dat doel hier, dit, het moet je genoeg te bieden hebben. En dit gebeurt van binnen. Dit is echt iets wat van binnen gebeurt. Met jouw ridder en die kluizenaar.
9 van zwaarden. Het zijn alleen maar gedachten. Oh. Ridder van staven valt eruit. Er komt actie. En die actie zal wel eens vlugger kunnen komen dan je denkt. Page van staven. Initiatief. Inspiratie. Motivatie. 7 van staven. En de 6 van bekers. Er is een initiatief, er is motivatie. En je bent niet van plan om van je plan af te gaan wijken of om op te geven of wat dan ook. Je blijft doorgaan omdat je geleerd hebt uit het verleden. En er zijn dingen die je meeneemt en er zijn dingen die je loslaat. Bijvoorbeeld, je hebt iets heel naars meegemaakt, dan kun je daar 2 dingen uit meenemen. Het eerste is, hoe ga ik voorkomen dat dit me nog een keer gebeurt? Het tweede is, ik was toen sterk genoeg om eruit te komen. En dat heb ik zo en zo en zo gedaan en dat kan ik weer inzetten. Want die kennis en ervaring heb ik nu opgedaan. En daarom kun jij tot de conclusie komen, het zijn alleen maar gedachten. Maar verder hou ik voet bij stuk. Verder blijf ik staan waar ik sta. Want ik heb hier wat hier achter die deur zit. Hè? Ik heb hier hard genoeg voor gewerkt. En er zijn dingen in het leven die ik wil bereiken. Er zijn bepaalde doelen. En misschien is het nu nog klein. Ik bedoel, het is maar een kleine page. Het is een schat van een kind wat hier staat. Het is maar een kleine page. Maar dat geeft niet. Maar ik ga die doelen en die idealen niet opgeven. Omdat ik van bepaalde kanten beïnvloed word. Want als ik er vorige keer uit kon komen, dan kan ik het nu ook. Het zijn alleen maar gedachten. En ik zie hier een kreeft die niet van plan is om zich tegen te laten houden door alleen maar gedachten. Mooi zo. Goed zo. Deze verandering, het kan best zijn, hè? Waar je nu aan bezig bent, of die doelen, of die wensen, dromen die je hebt. Het kan best zijn dat je dat met niemand gaat delen. Dat kan best zijn. Met de reden, als ik het met mensen ga delen, gaan ze me alleen maar beïnvloeden. Ik wil hier eerst zelf goed over nadenken. Ik wil eerst tot mijn eigen beslissingen komen. En daarna kan ik anderen op de hoogte stellen. Maar eerst wil ik dit zelf weten. Eerst wil ik dit alleen doen. Ik denk dat dit een heel innerlijk proces is. Ridder van staven, opnieuw. De aas van bekers. En we hebben het oordeel. Je voelt dit. Je voelt deze roeping. Je voelt dat je deze kant op moet komen. En we hebben hier judgment. En we hebben hier judgment. Het oordeel. Je voelt de roeping. Je voelt karma aan je trekken. Je voelt een bepaalde kracht aan je trekken. En je voelt dat je naar het einde wordt getrokken van een bepaalde cyclus. Voor een wedergeboorte. Je voelt dit. Maar ik denk voordat je dit kan doen, dat je die balans moet hebben. Die balans tussen geven en nemen. En ik weet, voor de mensen om wie je geeft, doe je alles. Doe je echt alles. Dat weet ik. En misschien nog wel voor veel meer mensen zonder dat ze het merken. Ik weet dat je er alles voor doet. Maar ik denk dat je nu tot de conclusie komt dat er ook mensen zijn die dit niet aan je teruggeven. En dat is een keiharde conclusie. Het is een keihard besef. En het kan ergens diep van binnen ook wel je hart breken. Dat jij bereid bent alles te geven, maar dat je dat niet terug gaat krijgen van een ander.
Maar dat is ook precies waarom je dit zelf moet doen. Het leven bestaat niet alleen uit geven. Het bestaat ook uit ontvangen. En ik wil nu heel graag even die hierofant weten voordat ik verder ga. De kaarten moeten er even over doen. Tien van bekers. Vijf van pentagrammen. Vier van zwaarden. Ik denk dat voor het eerst in hele lange tijd de commitment uitgaat naar jezelf. Ik weet dat je een zorgzaam, liefdevol sterrenbeeld bent. En ik weet dat je bereid bent alles te geven, maar je voelt die trekkracht. Je voelt het. Je voelt het in je hart, je voelt dat nieuwe begin, je voelt het oordeel. Je voelt de wedergeboorte, de afsluiting van een bepaalde cyclus. En ik denk voor het eerst in lange tijd dat je beseft dat die commitment van die hierofant, dat die naar jou uit moet gaan. Niet alleen naar anderen. En zeker niet naar degene die je veel minder teruggeven dan dat je daadwerkelijk verdient. Ik denk dat deze commitment die je nu aangaat, dat die uit moet gaan naar jou. Die vastbeslotenheid. Alle zorg en liefde die je te geven hebt in het leven. Dat hart van goud wat je eigenlijk alleen maar openstelt voor degenen die het waard zijn. Ik denk dat het tijd is dat hart zich richt naar zichzelf. Voor degenen die denken dat dit alleen maar zweverig is, nee. Want ik denk dat er heel veel lef nodig is om dit te durven inzien. Dat je voor het eerst in hele lange tijd het durft om even jezelf op de eerste plek te zetten. Dat kost lef. Oh. Ik voel het in mijn hart, ik voel het in mijn keel. Ik voel dit. En voor degenen die het nodig hebben, ik geef je een dikke knuffel. En je hebt hier lef voor nodig. Om dit te doen. Om voor het eerst in lange tijd te zeggen. Die toewijding. Die energie die ik te geven heb, al die liefde en al die zorgzaamheid, die mag ik een keer uitgeven aan mezelf. Oh. Ik ben er stil van, merk je dat? Oh. Ik ben er stil van. Mensen die me kennen, die zeggen wel eens, Sophie, hou op, hou op, hou op. Hou op met grappen vertellen, hou op met woordspelingen, hou op met praten. Nou, die mensen, die zouden dit moment dus heel graag willen zien. Ik die stil is. Oké. Ridder van bekers, we hebben de 8 van bekers. We hebben weer de 6 van pentagrammen. En we hebben de gehangene. Ja. Ik begrijp waarom jij dingen in één keer op een heel andere manier bekijkt. En ik weet niet wat eraan vooraf gaat. Er gaat iets hier aan vooraf.
En misschien gebeurt dat nu al in maart, of is het al gebeurd? Ik zit nu de laatste week van maart. Ik weet niet wat hieraan vooraf gaat, maar er gebeurt iets in jouw leven waardoor er een knop omgezet wordt. Waardoor er een schakelaar omgezet wordt van de ene kant naar de andere kant. En het proces wat daarop volgt is dit. Er gebeurt iets. Ik weet niet wat er gebeurt in je leven. Misschien verander je van baan. Misschien gaat een relatie over. Of kom je juist met iemand samen. Of misschien iets met je gezondheid. Of kinderen. Of wat het ook is. Maar er is iets gaat hieraan vooraf. En dat, ik denk dat dat al gebeurt in maart. Of misschien is het al gebeurd. Is het al gebeurd in februari. Ik weet het niet. Maar dat is de katalysator van dit hele proces. En dat zorgt ervoor dat je dingen op een heel andere manier bekijkt. Dat je meer gelijkheid wil. Dat je balans wil. Dat je klaar bent om bepaalde dingen achter je te laten. Sorry, was snel. 9 van pentagrammen. We hebben de aas van pentagrammen. De zegenwagen. Mooi zo. 10 van pentagrammen. Woe! Als jij nu kon voelen wat ik in mijn lijf heb zitten, die energie die hier vandaan komt, holy poo. Hoe ga jij bij je doelen komen? Door trouw te blijven aan jezelf en door te gaan bouwen. En misschien bouw je met 1 steen tegelijk, dat geeft niks. Zo zijn de beste huizen gebouwd. Met 1 steen tegelijk. Nu. Deze dagen kunnen ze in 6 maanden, in een jaar, kunnen ze een hele villa uit de grond stampen. Vroeger werd daar 3, 4, 5 jaar over gedaan voordat dat klaar was. Maar die huizen, die van toen, van 100 jaar geleden, die staan nu nog steeds. En die huizen die nu gebouwd worden, nou, dat kan ik jou vertellen, die staan er over 100 jaar niet meer. Dat is dan al lang in elkaar Ja, ik wil een onbeschoft woord gebruiken, dat mag niet, maar die zijn dan al lang in ruïnes vervallen. Jij legt jouw pad uit, steen voor steen. Je bouwt je nieuwe huis, je nieuwe kasteel, steen voor steen. Doelgericht, je weet wat je wil, zegenwagen, je doet dit volledig als jezelf. Dit proces is in gang gezet door iets of door iemand. En ze hebben zelf geen idee gehad, als het een persoon is, ze hebben geen idee gehad wat dit innerlijk bij jou teweeg bracht. Het universum wel, het universum heeft een plan. Dit is volgens het universum precies hoe het moet verlopen. Maar als dit een persoon is die dit in gang heeft gezet, die heeft geen idee wat achter de schermen gaande is bij jou. Geen flauw idee. Ik wel, jij nu ook. Het universum ook. Maar dit is voor het eerst in je leven. Voor het eerst in je leven zet je zo'n ontzettend grote stap. En gaat je toewijding uit naar jezelf. Er is een katalysator geweest. En nu is het proces in gang gezet. En aangezien jij rechtstreeks verbonden bent met de zegenwagen, gaat die zegenwagen niet stoppen tot het doel bereikt is. Ik zie karma, ik zie een cyclus die afgesloten wordt. Ik heb nog nooit eerder zo'n reading voor je gezien. Ik heb het nog nooit zo hevig gevoeld. En ik zou ook bij God niet weten welke titel ik je reading moet geven. Ik weet het echt niet. En ik heb dat maar 1 keer meer meegemaakt en dat was voor Ram.
Ik heb geen idee. Echt niet. Ik ben overdonderd door je reading. Je advies. Allereerst het Rad van Fortuin. Dit is een plan van het universum. Het universum had dit plan al lang met je. Het heeft iets op je pad gebracht. Dat heeft alles aangezwengeld. En nu is het proces gaande. En het proces stopt niet meer tot jouw doel bereikt is. Dat is het eerste. Oké, tweede advies. 3 van pentagrammen. Dit is het moment waarop dingen worden samengebracht. Je bent dingen aan het samenbrengen. Je bent lichaam, geest, hart en ziel aan het samenbrengen. En dan heb ik het over jouw hart en ziel. Niet van een ander, ik heb het over die van jou. En dan als laatste hebben we de koningin van bekers. Wow. Ik denk voor een kreeft dat je niet mooier kan afsluiten dan dit. Dit hele proces gaat jou dichter bij jezelf brengen. Het gaat je vragen om commitment. Om toewijding naar jezelf toe. En dat is ook precies wat je gaat doen. En daarvoor zul je tot bepaalde conclusies moeten komen. En je zult een bepaalde doelgerichtheid moeten hebben. Maar dit gaat je dichter bij jezelf brengen dan wat dan ook. En het gaat je sterker maken. Spiritueel sterker. Emotioneel sterker. Op elke mogelijke manier sterker. Als laatste kaart van de Astral Realms Crystal Oracle heb ik Pyrit. Verbonden met de planeet Mars. En het gaat over momentum. Ja, dit is een moment. Dit is zo'n moment in je leven. Waarvan niemand het had verwacht dat ze het ooit zouden meemaken. Maar iedereen heeft zo'n moment in het leven. Een moment waarop alles radicaal veranderd wordt. En jij zit nu, deze maand, midden in het proces daarvan. En er is iets gebeurd wat ik al zeg. Het kan in maart gebeurd zijn. Het kan in februari gebeurd zijn. Maar er is iets gebeurd. En jij bent tot conclusies gekomen. En je zit nu in een proces waarin je misschien wel voor het eerst een hele lange tijd je eigen hart voorop gaat zetten. Oké. Goed, ik moet even rust gaan nemen. Ik wil je bedanken voor het kijken naar deze reading. Mocht je vragen hebben, laat het me weten. Voor nu dank je wel. Love and light. En ik hoop tot ziens.